In een computerruimte of datacenter staat de server. De server kan goed functioneren onder bepaalde voorwaarden. Twee van deze voorwaarden zijn temperatuur en vocht. Het conditioneren van een datacenter is daarom in deze dagen heel belangrijk voor het functioneren van uw datacenter. Een goed voorbeeld is de zorg, waarbij veel privacygevoelige informatie benodigd is om de werkzaamheden uit te voeren. De data moet altijd beschikbaar en veilig zijn. De WIT Datacenter Cooling adviseert, levert en onderhoudt koel- en airconditioning apparatuur. Deze apparatuur wordt geproduceerd in samenwerking met de Italiaanse RC-groep. Ziekenhuis Rijnstaten is met haar vier locaties binnen een verzorgingsgebied van 460.000 inwoners een van de grootste zorgaanbieders van Nederland. De afdeling beheer en onderhoud is verantwoordelijk voor de installaties die het primaire zorgproces ondersteunen. Datacenterkoeling speelt hier een belangrijke rol in, evenals water en elektriciteit. Belangrijk in de samenwerking met de leverancier van datacenterkoeling is het onderhouden van de installatie, het adequaat reageren bij storingen en een stukje advies. Een datacenter moet dus onder andere voldoen aan de volgende eisen. Het moet betrouwbaar en flexibel zijn. Onder betrouwbaarheid valt de term beschikbaarheid. De airconditioning dient ten alle tijde beschikbaar te zijn, ook bij uitval of bij onderhoud. Onder flexibiliteit valt de uitbreiding van een datacenter. Op het moment dat er uitgebreid wordt in het datacenter is het belangrijk dat de temperatuur en vochteisen nog steeds gehaald worden. Als er bijvoorbeeld de serverruimte uitgebreid wordt middels nieuwe servers of er wordt een nieuwe computerruimte gebouwd, is het goed om goed te kijken naar de flexibiliteit en betrouwbaarheid van de airconditioning systemen. Ieder datacenter is uniek. Dus om te beoordelen of uw airconditioning systeem flexibel en betrouwbaar is, is er een advies op maat noodzakelijk.